mooie bal zegt. Nou, 3-0. Wat loopt Oosting daar eenvoudig weg. En wat laat de Graafschap zit te kakken zetten. Te kakken zetten, te kakken zetten, te kakken zetten. Gatenkaas achterin bij de Graafschap. En het is 5-0. Abu Ghulal, dit is echt snoddig. En Abu Ghulal kan nu eindelijk zijn goaltje meepikken. Het gaat niet hard, hij gaat er wel in. 7-3. Als je zo de goals weggeeft, dan ja, dat is niet tegenaan te voetballen. Van Michem. De Graafschap is zich wel aan het terugknokken in deze wedstrijd. Serrarens, 2-2. Zo kan het dus gaan. Met z'n tienen. Van Michem meldt zich voor het doel. Van Michem niet, maar Serrarens wel. En dan staat het 3-1. Daar is Owusu nog. Owusu met de mogelijkheid. Bijna met de redding, maar daar komt de goal voor de Graafschap. Serrarens. De man die zo belangrijk was in de play-offs vorig jaar. Nijland pikt op. Dan zou hij nu toch echt kunnen beslissen. Nijland, die doet het ook. 2-0 de Graafschap. Het is gedaan. Dus Scherpen. Oei, het levert zomaar in. Hier is Serrarens. Doelpunt! 1-0 de Graafschap door een hele grote fout van Kjell Scherpen. En dan is het afgelopen. De Graafschap is terug op het hoogste niveau in Nederland. De Vijverberg barst van geluk, van vreugde uit elkaar.
hangt dus hier boven het stadion een spandoek van maar liefst 260 bij 13 meter, 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 meter. Die hebben sfeeracties. Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt en ik zit nou, ik ben 33 jaar trainer of zo. Ja, die zijn uniek en misschien wel uniek in Europa.